Er is weinig te lachen de laatste tijd, hè? Vind je ook niet? Waar? Nou ja, op tv, in de werkelijkheid, in de maatschappij. Nee, maar de ene die is een heel weekend niet bereikbaar. De ander zit naar een film te kijken. Maar in het eind van het liedje is de helft van de tolken achtergebleven. Maar toch heb jij daar niet gelijk over. Want Arnd Bijleveld heeft vandaag zelf gezegd dat alles goed gegaan is. Dat er niks fout gegaan is. Dat ze op tijd begonnen zijn. En dat ze hier niks aan kunnen doen. Nou, wij hebben weken geleden dit al besproken een keer aan tafel. En 14 dagen later werden ze daar in Den Haag een beetje wakker. Ja, in juni is het inderdaad besproken. En als mevrouw Bijleveld bij een film zit... dan is ze niet met haar hele hebben en houden bezig met deze acties. Slag om de schel, dat ze zegt. Kijk, en die mevrouw Kaag die moet dat arrogante toontje maar eens even laten vallen. En ik begrijp niet dat die Rutte dat allemaal pikt van haar... en dat zij zomaar die ChristenUnie aan de kant kan schuiven. Want zij is in een positie, dan zou ze eigenlijk haar consequenties moeten trekken. Want zij heeft er van het hele gebeuren zo'n ontzettende... puinhoop gemaakt, dat ze zich dood moet schamen en eigenlijk moet ophoepelen. Maar ik denk dat zij de ambitie heeft en ook de verwachting... dat ze misschien wel minister-president gaat worden. Nou, dat is ambitie. Ja. Kijk, daardoor is het zo'n gevaarlijke mevrouw. Ze is en intelligent en ze heeft een blinde, maniacale ambitie. Gevaarlijke combinatie, zeg maar. Ja, een hele gevaarlijke combinatie. 170 doden, hè, daar. Zo, ja, met die aanslag bedoel je. 170 doden, hè? Wat is een mensenleven waard, man, daar, hè? Ja, echt bizar. Maar ook onder de taalbanden. Nou moet nodig. Ik ook zeggen dat het me... Kijk, ik denk ook wel eens kritisch over alle vluchtelingen in Nederland. Maar als je ziet wat daar gebeurt... En die worden dan ondergebracht op de Veluwe... en een heel dorp gaat daar staan te protesteren... dan denk ik, jongens, hebben jullie thuis geen tv of zo... dat je niet op de hoogte bent in welke omstandigheden... die mensen dat land hebben moeten verlaten, weet je wel? Die tot een aantal jaar geleden onze bondgenoten waren... omdat wij dan niet gaan om ze te helpen. Dat vond ik een beetje te ver gaan. Ja. Nou ja, goed, en je hebt de laatste tijd veel je mening erover. Er zijn wel weer mensen die zich afvragen... kan politiek commentator Johan Derksen dan nog wel over voetbal praten? Want het is natuurlijk zo met jou met Jay geworden. Want dat is natuurlijk wel... Hè? Ja, ja, kijk, dat heb je als je meerdere specialismen hebt natuurlijk. Ja, hey, de speelt dat. Scherpe analyse over Afghanistan. Maar ja, hoe zit het met het verstand van voetbal natuurlijk? Is dat verloren gegaan? Het verstand van voetbal heeft Jan voldoende. Ja, dat is waar. Ik wou je wat vragen. Mag dat? Ja, nou ja, je bent er toch. Ben je dan echt dat je liever Champions League hebt of Europa League hebt dan Champions League? Omdat daar de Nederlandse clubs in zitten. Ja. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight app.